Rondhangen, klieren, blowen, schreeuwen op straat. Er is in Druten overlast door jongeren. Hoe groot dat probleem is, daar zijn niet alle partijen het over eens. Volgens de partij Welzijn Druten is het de laatste tijd veel erger geworden. Burgemeester Van Ree Oud-Ammerveld erkent dat er iets speelt, maar schat de ernst van het probleem lager in. Ook andere Drutenaren denken verschillend over dit onderwerp en ervaren ook lang niet allemaal overlast. Bij mij in de buurt niet. Vroeger wel, waar ik woonde, maar nu niet. Nee, totaal niet. Ik ben zelf toezichthouder hier in het Drutensbosje, dus wij hebben er wel eens wat mee te maken. Wat merkt u dan zoal? Meestal geluidsoverlast, ja. Midden in de nacht, gegil. Rommel achterlaten, vanille. We rijden met scooters en fietsers op plekken waar ze niet mogen komen. Ik ben echt to the point, zeg maar. En als je ooit ergens iets van zegt, dan gaat dat al fout. Dus... Vindt u dat de gemeente daar genoeg aan doet? Eigenlijk niet. Jawel hoor, als daar op geattendeerd wordt, dan komt er iemand en dan gebeurt er iets. Nou, eerlijk gezegd niet echt, van de gangen camera's. Mm-hmm. Maar ze doen niet veel mee eigenlijk. De laatste tijd zijn ze wel goed bezig. Ze hebben jonge werkers ingezet en ja, dat scheelt natuurlijk wel. En die nemen contact en die gaan met die jongens in overleg, gaan met die jongens praten. En ja, volgens mij hebben ze best wel goede banden ermee ook. Wat zou u willen dat de gemeente daartegen doet? Iets vaker camera's bekijken misschien en handhaving 's avonds sturen of zo. Eigenlijk denk ik dan dat ze toch meer boa's in moeten zetten. Zou het niet weten. Ik denk dat dat een heel moeilijk probleem is.